denk dat je beter even gaat zitten. Liever niet. Zeg het maar. Je hebt mij met mijn rug tegen de muur gezet. Ik ben heel tevreden over uw prestaties, maar ik voel mij verraden door u. Ik begrijp dat het niet evident Peter, is om... Alsjeblieft, bespaar mij uw speech, jongen. Zeg het gewoon. Zijn we een dag neergeteld? Nee. Maar ik verwacht wel iets in de plaats. Oké, ik luister. Ik heb het gevoel dat Veronique mij het niet gemakkelijk gaat maken. Daarom vraag ik volledige loyaliteit tegenover Van den Bossen. Oké. Echt? Geen probleem? In het verleden was dat wel een probleem. Ik eis dat je loyaal bent tegenover mij, niet tegenover Veronique. Ik wil dat je werk en privé gescheiden houdt. En dat je niks naar buiten brengt zonder mijn toestemming. Oké. Wat moet ik doen als ik s'avonds thuis kom en Veronique vraagt hoe dat met een dag Veronique is? Heeft daar niet naar te vragen. Je bent gebonden aan geheimhouding. Dat staat trouwens in je contract. En Veronique weet dat maar al te goed. Geheimhouding verbreken is contractbreuk. Contractbreuk is ontslag. Is dat duidelijk? Da-da-da-da-da.